Het jaar is pas echt begonnen als de traditionele nieuwjaarswedstrijd van Koninklijke HFC tegen de ex-internationals is gespeeld. Het duel aan de Spanjaardslaan stond voor de 10e keer onder leiding van voormalig topscheidsrechter Ruud Bossen. En wij beleefden de wedstrijd door de ogen van de Haarlemmer. De blauwe of de gele? Prima. Blauw. Helemaal goed, grap jullie al. Succes jongens. Goedemiddag. Hoor je bij de interview? Goed voor iedereen weg, jongens. Snel, goed. Als je vol aan moet, potje. Zo, bij jou dit die allemaal aan een spiertje zit. Ga je zo'n wedstrijd nou anders in dan vroeger in de Eredivisie? Nou ja, het doel van deze wedstrijd is al anders. Het doel is om het publiek te vermaken en een mooie wedstrijd van te maken. Dus er zal altijd wel weer een Van Hooydonk momentje moeten komen in deze wedstrijd, want daar komt het publiek voor. Wat is een Van Hooydonk momentje? Een vrije schop rand 16, waarbij het publiek alweer op de banken gaat staan voor het nemen. We spelen hoe lang? 2 keer 35 minuten. Omdat de spelers het vol moeten houden en de bar na afloop gevuld moet worden. Meneer Bossen, u kunt nog fluiten? Ik doe mijn best. Heel goed, heeft u er zin in? Ja, natuurlijk als was ik. Hoeveel rode kaarten vandaag? Ik denk geen. Hey. Hoi. Lekker Spanje. Je eerste? Ja. Ah, mooi. Leuk om te zien. Zeker. Hey, succes. Boer Lucius niet? Lucius? Nee, Boer Lucius heb ik nog niet gezien. Nee. Voor de jongens is het ook een ontspannen wedstrijd. Als je dit tijdens de competitiewedstrijd zou doen, krijg je alle pers op je van wat ben je amicaal met de spelers. En in deze wedstrijd kan dat. Hij was te laat, hè? En je zag het ook geen protesten, dus als het er geen één is, komt er zeker 1 of 2 komen er wel naar je toe. Dus, Die begon de goede hoek in. En vroeger miste die niet. Die waren ABC'tjes, dit soort dingen voor Pierre. Voor mij op zich een makkelijke wedstrijd deze keer. Ik hoefde niet te veel te sturen. 3-1 is een leuke wedstrijd. En mooie doelpunten. En het publiek is toch weer winnaar vandaag. Ja, ik zag je nog even met Ronald de Boer naast de treffer. Ja, dat was even over het randje buitenspel. En de assistent die stond er precies op mijn lijn. Goed gezien. Perfect. Die spelers worden belaagd om handtekeningen af te geven. Jij kan rustig naar binnen. Niemand vraagt een handtekening. Nee, maar luister, een scheidsrechter valt op als er veel gekke dingen gebeuren. En er is vandaag geen gekke dingen gebeurd. En de supportertjes komen toch voor de ex-internationals.